Welkom allemaal bij deze technische briefing over de 10 beste gewaardeerde tv-momenten van het afgelopen jaar door de kijkers. We kunnen constateren dat de tv-momenten zich snel onder de bevolking zich hebben verspreid. Het gaat vaak onopgemerkt bij het koffiezetapparaat, mondeling, via de lucht. Via de aerosolen, zeg maar, als een virus. Paniek is nergens voor nodig. Dus ga nu ook niet hamsteren als een kip zonder kop. Rondrennen of jezelf helemaal uitkleden en aanbieden aan de eerste, de beste man met grijs baard. Ja. Goed. Tijd voor het tv-moment dat in onze klassificatie op de 10e plaats staat. En dat is Boer zoekt vrouw. Nou, u zag dus dat er duidelijk een... Ja, meneer Van Diesel, ik heb meteen een vraagje. Want het is zo'n konijnenpak. Is geen fashion, tenzij het natuurlijk van Burbunny is. Maar goed, het is natuurlijk geen Gucci, het is niet een Prada. Hiermee hou je niet de blablabladen. Dus hoe denken jullie hier in godsnaam geld mee te verdienen? Dat behoort niet tot ons takenpakket om ons daarmee bezig te houden met financiële gevolgen. Dat kunt u ook zien in deze grafiek van de Nederlandse economie. Oh, de economie is er even niet meer. Kennelijk heeft iemand die gemold. Dat brengt ons bij fragment 9. Wie is de mol? Oh, leuk. Welkom bij de live finale van Wie is de mol? Een finale die anders is dan andere jaren. Vanwege het coronavirus. Ja! Ja! Woe! Ik ben de mol. Er is... Oh, ik zie dat Gabi Blazer iets wil zeggen. Ja, ik vond het echt zo intens dat Welen opeens de mol bleek te zijn. Ik had echt zoiets van, wow. Ik vind het echt zo jammer dat hij zich niet heeft aangemeld voor de Bachelorette. Ik had hem zeker een roos gegeven en me door hem laten prikken. Maar Gabi, dit is niet Welen, hè? Dit is Rob de Mol. Juist. Ik wil dan nu graag verder met deze briefing naar tv-moment nummer 8. De handbaldames die worden wereldkampioen. Klopt. Ja! Ja! We zijn wereldkampioen! We zijn wereldkampioen! Ja, ik weet niet heel veel van zaalvoetbal, maar dit was toch gewoon Hens? Oh, ik vond dit zo awesome. De Nederlandse handbaldames die world champions zijn geworden. Zij wilden winnen, net als ik. Alleen zijn zij wel op één balans. Ja, net als ik. Tenminste, dat staat hier op mijn papiertjes. Jongens, waar zijn we gebleven? Tukken de kut. Juist. Wat staat er in de TV Top 10 op 1? Ja, nou, daar zijn we nog niet. We gaan eerst naar fragment 7. Dat is de verjaardag van onze koning. Even kijken. Bij deze gaat de digitale kleedjesmarkt open. Heel veel plezier! Dag! Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de... Ja, ik ken hem. Ik vond die gast altijd zo grappig in De Wereld Draait Door. Ja. Willy! Ja, super deluxe flex, zeg. Zeg jongens, hebben we hier nog een op één proef gast zitten? Iemand die een beetje diepgang kan geven aan dit gesprek met een beetje charisma, zeg maar. Hallo, ik ben Marian Koopmans. Ah, u bent natuurlijk ook expert op televisiegebied. Ik ben viroloog en ik heb net zo weinig verstand van tv als van het virus, dus vandaar dat ik hier zit. Het volgende moment deed mijn wenkbrauwen fronzen. Fragment 6 over twee mannen die de 1,5 meter maatregel niet zo nauw nemen. Dit is trouwens mooi, ik onderbreek je even. Ja, dit is kort, dit is zo mooi om te zien. Ik mis nog een beetje de moments die hebben bijgedragen aan het nationale debat.
Zoals mijn doorzagtechniek tijdens mijn interview met Ali B. en Henk Krol bijvoorbeeld. Zitten die er niet in? Daar kunnen wij tot op heden geen uitsluitsel over geven. Hoezo niet? Waarom niet? U bent toch de expert? Het is op dit moment voor ons onmogelijk om daar een uitspraak over te doen. Jongens, waar zijn we gebleven? Jongens, waar gaat dit over? Over? Ja, dat vroeg Johan Derksen zich ook af. Na de commotie om naar zijn verluid onschuldige grapje over aquatie. Ik heb me persoonlijk echt de textiekels uit mijn pantalon gelachen. Dat was nummer 5. Wat een leuk fragment. Dat fragment. Oh, dit fragment mag niet meer worden uitgezonden. Dat kan ook natuurlijk absoluut niet. Belachelijk. Dat is niet om te lachen. Nee, ik kan ook echt niet meer hoor. Ik kan niet. Ja, ik heb nog wel een inhoudelijke vraag. Marion, bent u familie van Johan Derksen qua haar en zo? De onderzoeken zijn nog gaande, dus ook hierop moet ik zeggen dat is tot op heden onbekend. Maar jongens, waar... Waar zijn we gebleven? Ook dat is onbekend. Fragment nummer 4? Oh, fragment nummer 4. Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in... Ook dat is onbekend. Klopt. Ik hou de snelheid erin. We gaan ook snel door met nummer 3. Dat is Max Verstappen. Vettel verdedigt. Max aan de buitenkant. Oh, wat is het druk in bocht 1. Dat wordt een nieuwe race. Dan heb ik een kijk voor je vleugel. Hij pakt hem! Hij pakt hem! Daar is de overwinning voor Verstappen. Wat een weekend. Wat een dag. Wat een resultaat. Ja, dit is dus weer een sportfragment. Waar gaat dit over, Van Wissel? Ik kom maanden niet naar de kapper. Nee, maar serieus, dat is pas erg, toch? Ja, dat herken ik heel sterk. Al jaren trouwens. Ja, ik snap heel goed dat de maatregelen die we moesten nemen niet prettig zijn. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook wel ergere dingen, zoals op 2. De laatste uitzending van De Wereld draait door. Het avontuur zit erop. 15 jaar De Wereld Draait Door. Fijn dat u keek. Aan tafel. Aan tafel. Nou, dan is dit het moment om de nummer 1 aan u te laten zien. Ik draai me even om, want daar staat ze, de nummer 1. De vrouw die het woord hamsteren weer helemaal op de kaart heeft gezet. Ze stal de harten van het volk, Irma Omtzigt, gebarentolk. En ik wil nogmaals een klemmend beroep doen op iedereen om niet te gaan hamsteren. Het is niet nodig, er is genoeg voor iedereen, maar juist het hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten. Ja, maar dit verbaast mij. Was dit het, jongens? Ook daar kunnen wij helaas geen uitsluitsel over geven. Klopt.